En we organiseren dit festival om mensen kennis te laten maken met meer plantaardig eten. Op een hele positieve en vrolijke manier. Dus we willen geen nare beelden of een nare boodschap, maar juist een vrolijke boodschap. En mensen laten zien hoe het ook kan en hoe lekker, leuk en makkelijk het eigenlijk is. Nou, er zijn wel heel veel foodfestivals die focussen zich niet op vegetarisch eten. En we willen ook de mensen die vegetarisch eten of dat willen eten, ook de mogelijkheid bieden om ook deel te nemen aan zo'n festival. Dus we hebben heel veel vegetarische kookworkshops. En eigenlijk het hoofddoel is dus om mensen daarmee bekend te maken en mensen handvatten te geven. Want heel veel mensen willen wel iets meer vegetarisch eten, maar weten eigenlijk niet zo goed hoe ze dat dan moeten doen of wat ze moeten maken. En daar is dit festival voor bedoeld. Nou, het zijn allemaal mensen die het vaak doen om verschillende redenen. Het kan zijn voor de dieren, maar het kan ook zijn voor je eigen gezondheid. Omdat het voor sommige mensen gewoon heel goed aanslaat. Sommige mensen doen het zelfs voor de lijn. En natuurlijk voor het milieu. Vlees eten is gewoon, brengt heel veel milieuschade en bij plantaardig eten is dat veel minder. Dus ik denk dat het bij heel veel mensen een combinatie van die redenen is waarom ze het doen. Dus die verschuiving ligt bij iedereen net even iets anders. Het eerste is dat wij onze varkens heel veel granen moeten voeden. Ook onze koeien die we hier houden. En daarvoor halen we heel veel soja uit het buitenland, voornamelijk uit Zuid-Amerika. En al dat soja dat wordt daar gekapt, dus regenwouden die worden daar omgekapt om daar sojaplantages te bouwen. Daar worden vervolgens heel veel chemicaliën voor gebruikt. En als we mensen direct zouden voeden met dat graan, zou dat veel efficiënter zijn. Want er is 8 keer meer graan of zo nodig om een koe zeg maar, te voeden dan een mens. En vervolgens krijg je daar maar heel weinig van terug in de vorm van vlees. Dus het is helemaal niet efficiënt. Er worden dus veel chemicaliën gebruikt, er wordt veel meer water gebruikt. En ook methaan wordt heel veel uitgestoten, wat een broeikasgas is. Dus eigenlijk is de hele veesector heel milieuvervuilend en draagt ook voor een groot percentage bij aan het opwarmen van de aarde. En dat is met plantaardig eten een stuk minder. We kunnen ook met plantaardig eten veel meer monden voeden dan dat we kunnen met dierlijk eten. Dus als we al die soja en al dat graan en maïs wat er nu verbouwd wordt voor al onze dieren, als we dat naar Afrika zouden verschepen, dan zouden we daar gewoon de hele wereldbevolking makkelijk mee kunnen voeden. Ja. Dus het is bijna uit ethisch oogpunt ook gewoon een hele goede keuze om wat minder vlees te eten. Wij betalen daar gewoon allemaal mee met onze belasting die we betalen. Dus zelf ook al kies ik persoonlijk om helemaal geen dierlijke producten te eten, betaal ik nog steeds mee aan het systeem wat we hebben. Daarin heb ik eigenlijk geen keuze. Dus daar betalen we allemaal aan mee. Nou, dat komt voor een groot gedeelte omdat we heel erg in Europa worden de boeren heel erg gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. Dus die prijzen die worden eigenlijk kunstmatig laag gehouden. Terwijl als je de echte prijs zou betalen, zou dat veel hoger zijn. Maar de boeren krijgen een smak geld van Europa om die prijzen zo laag te houden. Daarnaast is er heel veel concurrentie tussen boeren, waardoor ze steeds goedkoper moeten gaan produceren.
waardoor je dus megastallen krijgt waarin niet meer rekening wordt gehouden met het dier, maar een dier echt puur gezien wordt als een product waarmee je winst kan maken. Dus dat betekent ook dat de omstandigheden voor de dieren daarmee achteruit gaan. En dat is wel een heel groot probleem. Die worden echt gezien als dingen en niet meer als dieren die bepaalde behoeftes hebben. En dat is ook omdat die prijs zo laag gehouden moet worden. Dan kan je niet meer ruimte nemen voor je kippen. Dan moeten die gewoon... En dan moet alles efficiënt en met... geautomatiseerd worden. Ja. Echt fantastisch. Ja, er zijn heel veel mensen, alles is uitverkocht. Kraampjes, we wisten eerst niet of we wel ons zorgen moesten maken over het aantal bezoekers, maar het blijkt we moeten ons eerder zorgen maken of er wel genoeg eten is voor iedereen. Dus daar zijn we echt heel gelukkig mee. Het is echt een groot succes. En we zeggen niet dat mensen helemaal moeten stoppen met vlees eten, maar ze kunnen zeker wel een beetje minderen. Of in ieder geval daar willen we uitdragen dat dat goed is voor mens, dier en milieu.